Het is vandaag Veteranendag 2020. Bij ons in de studio is aangeschoven luitenant-admiraal Rob Bauer. Uh, met hem gaan we in gesprek over uh, Veteranendag tijdens de coronaperiode. Over actieve en inactieve veteranen. En wat uh, defensie uh, aantrekkelijk maakt als werkgever en meer onderwerpen. Um, admiraal, goedemorgen, en goedemorgen. 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 Um, ten eerste, aanstaande zaterdag is het natuurlijk Veteranendag... En uh, dit jaar ziet het natuurlijk compleet anders uit, neem ik aan uh, vanwege ja. uh, de coronatijd. Hoe ziet u dat voor zich? Wat gaat u doen? Nou, normaal gesproken komen er honderdduizend mensen ongeveer naar Den Haag. Ja. En hebben we een mooi programma in de Ridderzaal. En daarna gaan we naar buiten. En hebben we in het uh, Binnenhof een mooi programma. Uh, waar uh, een aantal toespraken zijn. Uh, de koning is daar natuurlijk ook altijd uh, bij aanwezig. De minister-president en de ja. minister van Defensie. Uh, nou, dat is allemaal als het gaat om die aantallen niet het geval. Ik denk wel dat er een mooie uitzending komt uh, in de ridderzaal. Met een, ik geloof, 30 mensen in totaal. Uh, ik, mag daar, ik mag daarbij zijn. Uh, samen met de inspecteur uh, voor de veteranen. Uh, de luitenant-generaal Frank van Sprang. De ah. inspecteur-generaal voor de krijgsmacht. Uh, en uh, de minister zal er zijn. De minister-president, Zijn Majesteit, zal er zijn. Maar het is dus een klein gezelschap. Ook onze staatssecretaris, volgens mij. Uh, een klein gezelschap. Mm. Waarbij uh, er een aantal toespraken zijn. En muziek zal zijn, zoals dat te doen gebruikelijk is. Uh, dus het programma zelf lijkt, denk ik, heel erg op... wat we normaal gesproken doen in, het, uh, in de Ridderzaal. Op Veteranendag. Alleen, er is minder publiek. En, uh, en zeker als we naar buiten gaan, mm. zal ja. het veel rustiger zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg jammer. Want... Uh, Veteranendag blijft een ontzettend bijzondere dag waarbij heel veel mensen ook naar, die, uh, naar dat defilé komen kijken. Uh, dus het is niet alleen voor de veteranen leuk om met elkaar die dag te beleven, maar het is ook een dag waarop heel veel mensen ons zien, ons, de veteranen, zien. En dat is nu vandaag natuurlijk niet zo, dus er zullen denk ik beelden uit, uit, uit voorgaande vorig, uit jaren getoond worden. En dan uiteindelijk uh, ga ik ook altijd nog naar het Maliveld Waar uh, al die tenten zijn en de ja. bijeenkomsten van de veteranen in de verschillende groepen. En daar probeer ik een rondje te maken. Uh, en het wordt steeds lastiger om, om, om dan vervolgens naar de volgende te gaan. Want iedereen heeft ontzettend veel verhalen altijd. Dus dat is ja zeker uh, dat, dat deel is ontzettend jammer. Ja, maar het is wel dus de riddenzaal. Het is wel dus een stukje ceremonieel nog buiten. Of dat niet. Echt? Nee, ik geloof dat dat uh, ook niet, niet het geval is. Nee. Ik denk dat het echt de ridderzaal, de ridderzaal is, vooral is. En dan, that's it. Met wat toespraken. En muziek. En muziek. Zeg, ook. Maar dat is Mooi. het programma wat meestal ja. uh, plaatsvindt. Ja. Een paar goede toespraken, mooie muziek. Een aantal veteranen zijn aanwezig die hun verhaal vertellen. Ja. Meestal drie tot vier veteranen die dan in de ridderzaal hun verhaal vertellen. Ja. Uh, en dat zijn over het algemeen ook wel aangrijpende verhalen. Die door heel veel veteranen herkend worden als het gaat over wat mensen hebben meegemaakt. Mm. Wat dat betekend heeft voor hun leven. Want ja. dat, is, dat is toch ook wel een belangrijk element. Dat uh, gelukkig heel veel veteranen, het overgrote merendeel van de mensen, zo'n 90% van de veteranen, zegt dat ze eigenlijk sterker zijn geworden door die ervaringen, door ja. die missie, door die operatie waar ze aan hebben deelgenomen. Maar helaas is er natuurlijk toch ook 10%. Die mm. wel uh, in wat voor uh, vorm dan ook klachten heeft uh, overgehouden aan uh, dat werk wat ze uh, voor dat belangrijke werk wat ze voor Nederland hebben gedaan. Mm. En daarvan is dan in totaal zeg maar 2 tot 3 van de mensen die ook serieuzere klachten voor langere duur kan hebben. Ja. Uh, fysiek, maar ook uh, helaas mentaal. Um, en het is niet altijd dat dat gebeurt als ze in actieve dienst zijn. Hè? Dus er zijn mensen die uh, terugkomen en ja, misschien wel 10, 15 jaar helemaal nergens last van hebben. Nee. En dan ineens door een trigger, en dat kan het overlijden van je vader zijn, het, ja. uh, de scheiding, een ziek kind, uh, ontslagen worden, whatever. Ja. Waardoor uh, eigenlijk die oude pijn die er kennelijk zat mm. of zit. Dan toch naar boven komt. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk dan uh, heel vervelend. Om u, om u uh, om even in te breken, want het is natuurlijk zo dat we actief dienenden hebben, veteranen. Ja. Uh, toch wel nog een substantiële groep. En de inactieve uh, dienenden. En dan zie je inderdaad duidelijk uh, dat uh, de inactieve uh, dienenden, natuurlijk in vrijheid uh, buiten als burger, elkaar weer opzoeken. We hebben in, tegenwoordig enorm veel uh, veteranencafés. Ja, heel mooi uh, die als paddenstoelen uit de grond komen. Wat natuurlijk heel mooi is, want kunnen mensen toch samenkomen. En ik spreek natuurlijk ook wel eens uh, met de VOC's, de veteranen en nou goed, dat is ook soms lastig hè. Want die hebben soms ook dat ze het overeind moeten houden. Uh, daar is geld voor nodig. dat kost geld. Gemeentes die gelukkig medewerking verlenen. Ja. Maar um, je ziet natuurlijk ook een, daar een scheiding in. Hè? Dus dat we actieve in de veteraan hebben. Maar die zich ook natuurlijk nu. En misschien kunt u dat even uitleggen, uitleggen of toelichten. waarom die zich minder op dat moment nog veteraan voelen. Nou, ik denk dat ze zich wel uh, dat ze trots zijn op het feit dat ze veteraan zijn. He, want als je op missie bent geweest uh, bij je allereerste keer en je krijgt die herinneringsmedaille, dan krijg je ook het veteranenspeldje. Ja. En daarmee ben je veteraan. En de veteranenpas wordt dan opgestuurd en al die dingen meer. Daar zijn mensen echt trots op. Dat mm. weet ik. Uh, dus het feit dat je veteraan wordt, daar zijn heel veel mensen trots op. Wat echter. Uh, een verschil is tussen de veteranen die uit dienst zijn en de veteranen die in dienst zijn bij ons, is dat ze zich meer militair voelen dan veteraan. En uh, dus naar de bijeenkomsten gaan, uh, die er overal en nergens georganiseerd worden, mm -hmm. daar merken we dat ze dat niet zozeer zelf opzoeken. Er zijn wel heel veel verzoeken, vaak vanuit die veteranenorganisaties... om dan ook actief dienende militairen te proberen daar te krijgen, maar ik zit er vrij simpel in. Als mensen dat niet uit zichzelf doen, ga ik ze niet sturen. Nee. Dus het is niet wat dat betreft natuurlijk een ja. onderdeel van het werk. Dus mensen ja. moeten dat zelf willen. Maar het en mag dat... wel. Het zou. Natuurlijk, ja, het ja. mag ja. wel. Maar uh, ja, dat, dat 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 betekent dan dat ze dat toch in hun eigen tijd vooral moeten doen of zoals. Uh, soms... ja. nou, en ja. dat betekent dat niet. Ik geloof niet dat dat het grootste is dat ze dat in hun eigen tijd zouden moeten doen. Maar je moet dat. Mm. Je moet dat voelen. Je, ja. moet, je moet dat willen. Opzoeken. En de mensen met wie ze in dienst zitten, daar hebben ze natuurlijk het gesprek mee over ja. hun ervaringen. Ja. Uh, en daar hoeven ze niet voor naar dat veteranencafé. Uh, nee. Dus ik denk dat uh, uh, een belangrijk uh, uh, ja, reden van dat verschil om ook wel zit: dat op het moment dat je de dienst uitgaat, dan ja. heb je dat contact met die groep met wie je daar natuurlijk die ervaring hebt opgedaan. Dat, dat wordt veel minder. Ja. En, en dan is die behoefte, denk ik, logisch dat je dat af en toe opzoekt. Ja. Om nog eens die mate te zien. Maar ja. ook om dat verhaal te kunnen vertellen. Want dat kun je niet aan iedereen vertellen. Nee, want u gaf uh, misschien ook al eerder aan. We hebben te maken natuurlijk met uh, uh, veteranen uit de uh, Indië-tijd, Nieuw-Guinea-periode. Maar dat is ook jonge veteranen natuurlijk. Um, heeft u daar een, een, een ervaring over gehad? Ja, of, veteranen uh, is, uh, denk ik, gaat over alle generaties heen. En een van de echt... Uh, ja, hele mooie eh, ervaringen die ik heb gehad in het afgelopen jaar. Toen we veel, natuurlijk, in, althans in het begin, eind vorig jaar, begin dit jaar, nog allerlei bijeenkomsten hadden van 75 jaar vrijheid. Ja. Daar komen ook uh, de oude veteranen uit de Tweede Wereldoorlog nog. Uh, 90 tot 100 jaar oud mm. uh, uit Engeland, Canada, Amerika, mm -hmm. Polen. En uh, daar zat een Engelse veteraan op enig moment. En dat was volgens mij in uh, Terneuzen. En die zat naast een oud uh, veteraan van uh, de Uruzgan-tijd. Dus een, ja. een man okay. van in de dertig. Mm. En deze andere, die Engelsman, die was uh, 2,93. En die twee zaten eerst naast elkaar en uh, raakten met elkaar in de praat. Mm. En binnen een paar minuten sprak die Engelsman over zijn... toch wel ingrijpende ervaringen uit mm. de Tweede Wereldoorlog. Okay. En, uh, en die jongen uit... Nederland, die, die Oeruzgan veteraan, die vertelde zijn toch ingrijpende ervaringen in uit Oeruzgan. Ja, en de zoon van die Engelsman, de hmm. man van dik in de zestig, die keek mij aan en die zei: Nou, dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Mijn vader vertelt nu verhalen die ik nog nooit heb gehoord. Hmm. En toen heb ik tegen hem gezegd: Ik begrijp dat wel, want wat uw vader voelde, want ik denk dat dat het is, die ja. voelde dat die Nederlander die naast hem zat, dat verhaal van hem zou begrijpen. Hmm. Niet dat hij alle details kent of dat hij natuurlijk de situaties in, uh, in de Tweede Wereldoorlog heel anders dan in Afghanistan in de, uh, in, de af, in de afgelopen 19 jaar. Maar het is wel zo dat, hij, dat, dat het kunnen praten over die ingrijpende ervaringen, ja, dat kun je gemiddeld genomen niet met je buurman, zeg ik altijd. Nee. Nee. Want als ik de vraag zou krijgen van mijn buurman, goh je bent terug uit de missie erop en hoe is het eigenlijk met je? Dat is een goed bedoelde, vriendelijke vraag. Ja. En ik zou dan beginnen over nare ervaringen, dan kijkt die buurman je toch een beetje geschrokken aan. Ja. En die denkt, dit was niet de bedoeling van mijn gesprek, nee. van mijn vraag. Nee. En de tweede keer dat hij het vuil buiten ziet zetten, denkt hij, ik loop toch even eh, om. Ja. Want dat gesprek is ingewikkeld omdat het namelijk... Onderwerpen zijn die vaak voorbij het voorstellingsvermogen gaan van de meeste mensen, als je dat niet zelf hebt meegemaakt. Ja. En dat neem ik helemaal niemand kwalijk. Maar dat is het ingewikkelde van die ingrijpende ervaring die wij in oorlogsgebieden natuurlijk opdoen. Mm. Ja, dat gaat over dood, dat gaat over verminking, dat gaat over onderdrukking, dat gaat over hele nare dingen. Ja, echt het, het, het gevoel hè? wat de veteraan in kwestie goed aanvoelt. Ja, en waar kun je andere... dat verhaal ja. kwijt? Dat is toch bij mensen met wie je die ervaring deelt. Ja, snap ik. Zeg, uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, nou is het zo, Veteranendag uh, staat voor de deur natuurlijk. In Rusland denken ze er anders over. Daar hebben ze een grote militaire parade trouwens vandaag, 75 jaar vrijheid. Rode Plein, uh, 10.000 man op straat, uh, toch wel duizend coronagevallen. Uh, in Nederland pakken we dat dus uh, wel anders aan. Um, wij hebben ons enorm goed ingezet tijdens de coronacrisis, althans Defensie moet ik zeggen, uh, heeft zich goed ingezet. Um, wat heeft uh, uh, dat uh, uh, zeg maar in deze periode Defensie opgeleverd? Nou, er zijn natuurlijk veel meer mensen die in de coronatijd hard hebben gewerkt. Hè? Ja. Ook in de zorg. Maar ook de vakkenvullers van de supermarkten en ook de vuilnismannen, die zijn ook allemaal gewoon doorgegaan met hun werk. Uh, wat wij gelukkig hebben kunnen doen, is een, een goede bijdrage leveren in onder andere de zorg. En wat wij hebben kunnen bijdragen, is dat uh, ja, eigenlijk door de COVID-19 crisis, ja. merkte je dat een aantal dingen die heel strak zijn ingeregeld in de gezondheidszorg, in de voedselwereld. Uh, ja, dat kon eigenlijk niet meer op de manier zoals het ingeregeld was. Uh, en uh, dus eigenlijk merkte je dat in die onduidelijkheid, in die crisis... die organisaties eigenlijk zoiets hadden van... ja, hoe moeten we het dan gaan organiseren? Ja. En onze kracht is denk ik dat wij ergens komen in een omstandigheid... In een crisisgebied waar het ook niet goed georganiseerd is, waar niks is, waar chaos is en waar wij dan orde in de chaos moeten brengen. En die, uh, uh, ja, die competentie, die ervaring, die kwaliteit, die hebben wij meegebracht naar een ziekenhuis. Mm. En daar ging het op dat moment over, er zijn te weinig bedden voor IC-patiënten. Ja. En waar zijn die bedden dan wel? Ja, dat is eigenlijk gewoon relatief simpel geweest. Het is het rondbellen naar andere ziekenhuizen in Nederland en zoeken naar bedden, een ambulance erbij zoeken, die twee dingen aan elkaar knopen en dan de volgende patiënt. Ja. Terwijl uh, voor het ziekenhuis was het uh, iets emotioneels omdat zij iemand heb, hebben ingenomen die ze willen verzorgen, waar ze geen bed meer voor hadden en dat ze zich daar schuldig bijna over mm. voelden. En um, dan zie je ook wel dat, uh, ja, dat er in het systeem wat we met elkaar bedacht hebben in Nederland rondom de gezondheidszorg. Al die ziekenhuizen zijn natuurlijk uh, ja, zijn, zijn bedrijfjes geworden. Ja. Het is ja. niet zo dat de overheid okay. daar uh, de leiding over heeft. Aha. Het is niet zo dat het ministerie van, Ve van Volksgezondheid, ja. Welzijn en Sport daar aanwijzingen aan al die ziekenhuizen zomaar kan geven mm -hmm. over hoe ze hun werk moeten doen. Want we hebben dat allemaal gedecentraliseerd in Nederland. Ja. Maar door de crisis heeft men wel geaccepteerd dat wij erin zeg maar, nou, stapten. En hm. toch een beetje directiever begonnen te worden. Ja. En uh, dat, ja, ja. Is, dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt. Een mooie bijdrage geleverd. Dus en dat was ook in zijn. de voedselbanken zo, waar we ook hebben kunnen helpen. Ja. Door, ja, de omstandigheden zijn anders. En hoe organiseer je het dan met op anderhalve meter? Precies. Nou ja, dat is heel erg uh, fijn uh, dat dat uh, kon. En uh, dat dat misschien ook weer in de toekomst uh, kan. Je weet maar nooit, het is nog niet uh, weg. We leven in... Uh, maar goed, een andere crisis zoals Irma in Sint Maarten, een ja. grote hurricane... Ja. Ja, daar zijn we ook. Uh, uh, en, en op de Bahama's hebben we geholpen. Uh, ja. Toen dat hele eiland op zijn kop lag. Ja. Ook daar komen we binnen. En dan zitten mensen met de handen in het haar. Mm. We zijn wanhopig. En dan komen we binnen. En dan beginnen we gewoon met puin te ruimen. En dan zien mensen. Hé, hey, ja. er gebeurt wat. En dan gaan ze zelf ook weer helpen. Hè. Dus ja. je brengt vaak hoop. Mensen zien dat er toch mogelijkheden zijn. Ja. En dat zijn dingen die wij uh, als, geen, als geen ander, denk ik, kunnen. Nou, die capaciteit die, die kan Defensie leveren. Ja. Hè? Hopelijk ook in de, in de toekomst. Uh, nou, is het zo dat uh, als, als we kijken inderdaad... naar, uh, naar uh, de, de toekomst ook van, van Defensie. en dan kijken we dus eigenlijk in Europees verband, uh, maar ook uh, binnen de NAVO. dat wij als Nederland bijvoorbeeld onze norm nog uh, niet kunnen halen. Uh, wel inmiddels, geloof ik, zeven lidstaten van de dertig die dat wel halen. Uh, nu Sluit zelfs Amerika 28 van haar troepen uh, terug te halen uit Duitsland. Uh, nou ja, goed, de veteranen uh, vinden dat best wel een zorgelijke ontwikkeling. Uh, nou weet ik dat u daar misschien niet zoveel over kan zeggen, maar um, is het uh, niet belangrijk om juist ook uh, Europees gezien, Europees verband, uh, daar wat meer aandacht aan te geven? Hoe je samen ook als krijgsmachten, uh, daar wordt natuurlijk samengewerkt, maar misschien uh, in de toekomst uh, op kan anticiperen? Ja. Nou ja, je ziet dat uh, de Verenigde Staten al enige tijd eigenlijk uh, vraagt aan de Europese bondgenoten in de NAVO ja. uh, dat wij meer in staat moeten zijn om zelf ja. op een aantal vlakken operaties, de operaties te kunnen uitvoeren, inclusief de ondersteuning daarvan. Ja. Uh, want een militaire operatie is niet alleen de infanterie of het oorlogsschip of de gevechts, uh, dat gevechtsvliegtuig, maar het mm. is ook. De hele ondersteuning die nodig is om te zorgen dat die gevechtsmachine zijn werk kan doen. En dat is best een hoop. Dat gaat over medisch, dat gaat over uh, vuursteun, dat gaat over mm -hmm. uh, inlichtingen, dat gaat over genie. Dat, dat gaat over allerlei dingen die, uh, die wij uh, allemaal zouden moeten hebben en waar we in de afgelopen dertig jaar veel in gesneden hebben. Uh, dus nou zijn we, dankzij deze Defensienota en de anderhalf miljard die erbij komt, zijn we ook bezig om een deel daarvan te herstellen. Weer op te bouwen. Mm -hmm. Dus dat is goed nieuws. Um, en tegelijkertijd zie je dat wij nog in vergelijking tot andere landen. gewoon feitelijk onderaan staan. Uh, bij de laatste vier uh, van de dertig NAVO-lidstaten. Mm -hmm. als het gaat om de invulling van die financiële bijdrage. Ja. Um, ik denk wel dat we hele relevante spullen hebben. als het gaat over. en hele goede mensen. Dat ziet, dat ziet de NAVO ook. Dus in die zin is het gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Hè. Dus wat we op de mat brengen is denk ik heel erg goed en mm -hmm. relevant. En wordt ook gezien als, uh, als uh, professioneel. Alleen we hebben er te weinig van. En we kunnen het over het algemeen niet heel erg lang volhouden. Omdat, mm. uh, om, omdat het uh, te dun is. Dus die discussie loopt al, uh, al langer. En ja. de NAVO vraagt aan alle landen om... Uh, uh, eigenlijk, uh, ja, het idee is: er is een dreiging en die is vertaald naar uh, spullen en mensen die je nodig hebt om die dreiging te kunnen counteren. Dat is eigenlijk de systematiek die er, uh, die er al jarenlang is. Dat heet het NATO-defense planning proces. Mm -hmm. Uitgaande van de dreiging is gekeken wat heb je nodig om jezelf daartegen te kunnen verdedigen. Daar komt een hoeveelheid spullen voor landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten en, uh, en, uh, en maritieme strijdkrachten uit. Ja. En vervolgens moet die taart, die taart is groter dan tien jaar geleden, omdat mm. de dreiging is toegenomen. Als je het zou uh, zien als een taart. En daar moet een punt uitgesneden worden die voor Nederland is. En uh, de punt uit een grotere taart is een grotere punt dan uit een kleinere taart. Ja. En ja. als je de grotere taart wil kunnen betalen met elkaar, dan zul je dus meer contributie moeten willen betalen. En daar gaat deze discussie over. En uh, dus de optelsom van al die spullen die je nodig hebt om die dreiging te kunnen counteren. Mm. Dat is de 2%-discussie. Het okay. is niet zomaar een percentage. Nee, nee. Het is het geld dat nodig is. Om, om, om te kunnen zorgen met elkaar. dat je die dreiging te, uh, aan kan. Ja. Uh, nou, dus ik ben ook niet zo heilig. Uh, verbonden met dat percentage van 2%. Want het vertegenwoordigt een hoeveelheid geld. die ja. nodig is om die spullen te kunnen kopen. om die mensen te kunnen betalen. Right. Om dat te kunnen trainen. en ze onderhouden. Enzovoort. Enzovoort. Alles wat nodig is. om die krijgsmachten zo uh, te krijgen. Nou, dat is de discussie. En, ja, als je, ja. en het is een politieke discussie over Tuurlijk. hoeveel ben je bereid ja. om daar aan uit te geven. En ja, we praten eigenlijk over Europees gezien natuurlijk. Hè? Ik, ik bedoel, wij staan hier niet alleen in. Er zijn natuurlijk veel meer uh, belangrijke Europese landen die hierin ook uh, uh, ja. in staan. Met dezelfde uh, problematiek eigenlijk. Echter, ondanks de kwalitatieve... Uh, uh, de, de, de kwaliteit die defensie uh, uh, duidelijk ook uh, laat zien, uh, is het toch zo dat we uh, nog steeds met tekorten zitten, ook qua, op personeelsniveau. Zou onder andere ook deze periode, dat is misschien een rare vraag, maar de COVID-19 periode die, uh, die, die nu speelt, er zijn heel veel mensen natuurlijk die ook dreigen uh, werkeloos uh, te worden, laten we hopen dat dat niet uh, te hard gaat, maar dat dat ook weer kansen kunnen zijn, ook voor defensie, om ja. ook uh, jonge mensen te kunnen werven. Ja. Nou ja, je ziet natuurlijk dat in de afgelopen paar jaar, toen het economisch eigenlijk steeds beter ging, ja. dat het ingewikkeld is om als overheidsorganisatie te concurreren met, uh, met, met het bedrijfsleven. Uh, in financiële termen is dat echt gewoon heel erg lastig. Mm. Uh, dus dat, dat hebben we gezien. En dat, is, dat viel eigenlijk samen met de tijd dat wij groter mochten worden. Dat wij als gevolg van die anderhalf miljard van dit kabinet en de defensienota, dat wij uh, een aantal van die zaken konden repareren. Als het ging om de. Ja. Ondersteuning bijvoorbeeld. Um, dan is het op die, op die krappe arbeidsmarkt ingewikkeld om het personeel te werven. En je zag ook dat een deel van het personeel dat uh, eruit is gegaan met een behoorlijke hoeveelheid ervaring, mm. uh, dat dat mensen waren die dus met die ervaring een goede baan konden krijgen in, uh, in, uh, in het bedrijfsleven of, ja. bij, of zelfs bij andere overheden. Maar goed, op dus het moment wilde, dat je ja. dan... Uh, ziet dat de economie weer terugkantelt of minder uh, loopt. Mm. Dan, uh, ja, dan zullen een deel van de mensen, en de eerste signalen zijn daar ook wel naar. Zien we nu een aantal mensen terugkomen. En ja. uh, of zien we dat mensen minder snel vertrekken, omdat het gewoon moeilijker wordt. Ja, nee, precies. Hè. Er, zijn ook jonge er zijn ook mensen die, die ik bijvoorbeeld uit mijn persoonlijke kring ken, die weer heringetreden zijn. Ja. Eentje gaat bijvoorbeeld op missie naar Litouwen en is heel erg, uh, hij is te spreken over de kwaliteit, maar ook over uh, de hulpmiddelen en de, de middelen die beschikbaar worden gesteld ja. aan uh, ja Dus aan we zijn hebben missie. heel veel gedaan in ja. de afgelopen jaren uh, aan het zorgen dat mensen uh, de spullen die zij nodig hebben... om hun werk professioneel te kunnen doen... dat we daarin geïnvesteerd hebben. Dus het gaat niet ja. alleen maar over de grote dingen... dus het nee. vliegtuig, het schip, hmm. uh, het panzervoertuig... maar het gaat ook over het gevechten nu. Het gaat over je rugzak, ja. het gaat over je schoenen... het gaat over je geweer, het ja. gaat over de, het gereedschap... wat een techneut nodig heeft, het gaat over dingen die mensen nodig hebben in hun dagelijks werk. Daar hadden we ook heel veel pijn in onze organisatie. Omdat het gewoon ja. nou, op alle fronten piepte en kraakte het. Mm. En ik denk dat we daar in de afgelopen twee, drie jaar... heel veel stappen hebben gezet. Uh, waarbij mensen, als ik nu op werkbezoek ga... merk ik dat mensen over dat soort dingen heel blij zijn. Kijk, ja. admiraal, ik heb een nieuwe rugzak gekregen. Kijk, ik heb nieuwe gevechtslaarzen gekregen. We zijn heel blij met het nu. Wat, wat we nu geven aan mensen uh, als submissie gaan. Dat is ja. niet het de definitieve gevecht nu, want dat is in bestelling. En dat komt hopelijk 2020 uh, 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 gaan, gaan we dat uitrollen ja. over de krijgsmacht. En dan zeggen mensen: zeg maar, maar waarom duurt dat allemaal zo verschrikkelijk lang? Zeg ik: Nou ja, 45.000 militairen. Hmm. Die vier pakken moeten krijgen. In twee verschillende kleursoorten. Hè? Want één is voor het bos en het andere is voor de woestijn. Ja. En, uh, dus er zijn acht pakken per persoon. Dat maal 45.000. Ja. Dus begrijp je dan dat het best lang duurt om dat in elkaar te uh, knutselen? Ja. ja. Oh ja, dat begrijpt iedereen dan. En ja. daarom zijn ze blij dat we nu dat interim gevecht hebben gegeven aan de mensen die op missie gaan. Ja. Dat is een goed pak. Ja. Dat ja. is sterk. Het, is, uh, het heeft heel veel uh, zakken waar ze allemaal rommel in kwijt kunnen. Dus daar ja. zijn ze echt heel blij. Mm. Uh, iedereen ziet er ook goed in uit. Dat is ongelooflijk. Iedereen ziet ja. eruit als zo'n drie Afgetraind en wel. Ja. Ja. Uh, dus uh, dat vinden ze ook fijn. Ja. Uh, dus het, de, het, het heeft een professionele uitstraling. Vinden mensen ja. natuurlijk ook begrijpelijkerwijs belangrijk. Dus dat zijn allemaal dingen waar we de afgelopen twee, drie jaar veel uh, in geïnvesteerd hebben. En dat merken, beginnen mensen te merken. Is het nou ook zo, uh, even een hele andere vraag. Uh, als je bij Defensie uh, zou, zou willen werken, jong of wat ouder. Uh, bij, de, bij de politie bijvoorbeeld zijn er zeg maar, bepaalde toelatingseisen die ook uh, mogelijk maken voor... Oudere jongeren, om het zo maar te zeggen, 40 plus. Hè? Ook uh, om, om werkzaam uh, te, te kunnen zijn bij de politie bijvoorbeeld. in de krijgsmacht zie je dat nog niet. Hè? Nou, dat is niet helemaal is waar. Dat, uh... Bij ons geldt ook dat we meer en meer uh, uh, daar uh, flexibeler in willen uh, right. zijn. Het ja. is wel zo dat wij een uh, relatief jonge organisatie willen blijven. Ja. En dat heeft een reden, namelijk omdat het fysiek een zwaar beroep is militair. Ja. Dus als jij in de infanterie zit. Uh, of je bent gevechtsvlieger, dat zijn, dat zijn fysiek uitdagende beroepen. Je zit daar ja. wel veel uh, voor als gevechtsvlieger. Maar als je Ik heb één keer mee mogen vliegen met zo'n uh, in een tweezitter zitter uh, met mm. F16. Ja. Je bent kapot na anderhalf uur vliegen ja, door die, die G-krachten. Dus, ja. dus het is een fysiek zwaar beroep wat wij ja. hebben. En dat betekent dat het veel vraagt van uh, het lichaam. En dus willen wij een jonge organisatie blijven. Voor het grote volume. Ja. De soldaten, de mariniers, de matrozen, de corporaals, zeg ja. maar. Die groep, dat, is, dat willen we bewust een jonge groep mensen laten blijven. Mm. Dus uh, natuurlijk uh, uh, kan het zijn, uh, en daar kijken we nu ook meer naar, dat bepaalde techneuten of bepaalde experts op bepaalde gebieden ook ja. uh, op latere leeftijd heel uh, uh, nodig zijn om die dan op latere leeftijd in te nemen of mm -hmm. aan te nemen. Uh, maar het blijft altijd de afweging tussen de fysieke uh, uh, inspanning, inspanning die iemand moet kunnen leveren. Ja. En, ja. Uh, uh, ja, en, en de leeftijd. Daar zit nou eenmaal een, een relatie tussen. Begrijpelijk. We, we, gaan ja. we gaan er al wel veel flexibeler mee om dan een paar jaar geleden. Mm. Ook in de uitstroom. Dus wij hadden bijvoorbeeld de regel, je moest er op 35 uit. Ja. Of na zoveel jaar in, in de rang van corporaal. Maar daarvan zeggen de operationele commando's tegen mij, mijn ondercommandanten, kunnen we daar wat meer flexibiliteit krijgen. Dat als iemand wil blijven, mm. waarom moet hij dan weg? Ja, ja, ja. ja. Kunnen we hem niet na die 35 gewoon twee, drie jaar nog houden als hij dat zelf wil? Duidelijk. En daar uh, zie je nu dat daar komt ook meer ruimte. En dat is goed. Uh, maar je, die ja. balans moet je wel, daar moet je wel naar willen blijven ja, kijken. Het is ook een stukje expertise natuurlijk wat de mensen anders weer uit de organisatie. Tuurlijk, dus het nemen. is altijd de balans tussen ja. en uh, je, je fysieke belasting, maar ook je ervaringen. Want ja. je hebt natuurlijk ook. Uh, maar iemand van 45 die je inneemt zonder ervaring is ook nog niet zo heel veel. Het uh, brengt nog niet zoveel mee, anders nee. dan wie die natuurlijk is. Ja. Maar uh, dus, dus uh, uh, ik denk wel dat je uh, in alles wat je. Maar dat geldt ook voor andere bedrijven. Zul je willen kijken naar het rendement wat iemand nog oplevert. Hè? Ja. Want je moet een opleidingsinspanning uh, leveren. الأven, dus yeah. hoe lang kan die dan nog blijven? Dus het, dat, dat zal altijd een. Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Als iemand iets heel bijzonders kan. Mm. en daar zijn er heel weinig van in Nederland. Ja, dan zul je eerder geneigd zijn om die mensen ook op latere leeftijd aan te nemen. Right. En dat ja. geldt misschien wel in cyber, of dat geldt in bepaalde precies. technische beroepen, ja. of in de medische wereld. Hè? Dus ja. in bepaalde. Waar de tekorten groot zijn, te groot zijn, waar je, zijn, je ziet precies. dat het een schaarse ja. diersoort is, om het maar even onaardig te zeggen. Ja. Ja, dat is denk ik wel waar we nu steeds flexibeler in worden. Ja, mooi. Ja. mooi. Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel jongeren, hè? we horen het ook van thuisfront. Wat, wat, wat kan Defensie bijvoorbeeld een jongere... Uh, uh, Iemand aanbieden die geïnteresseerd zou zijn om weer of, weer of zeg maar weer om in de krijgsmacht te gaan dienen? Ja. Nou, ik denk dat wij heel veel uh, kunnen bieden. Wij zijn eigenlijk een mini-samenleving. Mm. Dat zag je natuurlijk ook weer door de, de COVID-crisis. Want we hebben niet alleen uh, opleidingsinstituten, hè, dus we hebben het KIM en met KMA, dat zijn universitaire opleidingen, ja. we hebben MBO-opleidingen, we hebben um, basisopleidingen, we hebben. Uh, hogere opleidingen. Dat is, dat is één aspect van ons bedrijf. We hebben mm. onderhoudsbedrijven. We hebben operationele eenheden. We hebben een eigen ziekenhuis. Mm. We hebben heel veel elementen die eigenlijk ook in onze samenleving te vinden zijn. Dus we zijn een enorm divers bedrijf. Waar je dus over de 30, en uh, voor mij bijna 40 jaar kunt werken. Mm. En elke keer andere dingen doen. Dus, ja, dus ja, dat, dat is, het is, dat is op mooi. zichzelf al heel erg interessant. Hè? Dus ja. ik sprak een paar verpleegkundigen die zeiden. Uh, ik was in Duitsland om uh, te kijken bij een uh, schietoefening. En daar waren ook verpleegkundigen. Die hadden dus in de COVID-crisis bij allerlei ziekenhuizen gewerkt. En die waren daar weer aan het schieten. En Kijk. die zeiden, admiraal, het is heerlijk. Ja. Ik moet er niet aan denken dat ik alleen maar in ja, zo'n ja, ziekenhuis ja. zou werken. Ja. Want de combinatie van in dat ziekenhuis werken mm -hmm. en uh, toch ook die militaire dingen doen, dat is zo aantrekkelijk. Ja. Nou, dus dit, het gaat over de afwisseling. Wij leren jonge mensen natuurlijk een bepaalde discipline bij. En dat wordt vaak als iets negatiefs gezien. Maar discipline is op tijd opstaan. Je afspraak nakomen. Ja, ja. zeggen is ja zeggen. Mm. Dat is wat veteranen bijvoorbeeld ook zo aantrekkelijk maakt voor werkgevers. Ja. Ik, er zijn in toenemende mate werkgevers die tegen mij zeggen. Geef mij maar twintig veteranen. Ja. Want ik merk dat de output van een veteraan gemiddeld genomen hoger is. Dan van andere mensen. Waarom? Omdat ze hun afspraak nakomen. Omdat ze op tijd zijn omdat ze gewoon hard willen werken. Hmm. Omdat, ze, omdat er meer is dan alleen geld waar ze naar kijken. Dus dat zijn kwaliteiten en dingen die wij brengen. Mensen, wij leren mensen niet alleen maar rijk worden. Want dat wordt je gemiddeld genomen niet bij Defensie. Maar wij leren mensen wel waarden en normen. Wij leren ze dat uh, wij andere mensen helpen. Wij doen heel weinig voor onszelf. Ja. Wij helpen de samenleving. We helpen mensen in het buitenland. Dat aspect. Is iets wat je ook merkt in de jonge generatie, wat ze heel belangrijk vinden. Ja, misschien is het ook wel heel goed dat u dat nu toelicht: dat het ook een, een, een organisatie is die heel breed is, dus dat ook jongeren uiteindelijk een toekomst biedt met. Variatie, hè. En, en dat is natuurlijk variatie. ook heel leuk. Enorme variatie. Met, natuurlijk is het zo dat jongeren uh, graag op missie willen. Uh, dat is natuurlijk iets wat, wat wat iedere militair uiteindelijk wil, omdat hij wil practicen. Wat die, waar hij zo lang voor heeft geoefend. Uh, missies uh, worden natuurlijk afgeslankt hier en daar. Maar goed, you never know. Hè? In de toekomst moet natuurlijk heel veel nog gebeuren, internationaal gezien. Ja. Dus uh, fijn uh, dat, uh, dat u uh, daar ook uh, over nadenkt. En ook uh, missiegericht voor de toekomst. Uh, ja. Ja, wij, 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 kijk, wij wij zijn natuurlijk uh, een aantal dingen. Wij moeten in Nederland dingen kunnen doen. Dat hebben we met COVID laten zien, met ja. Irma in, uh, in, in Sint Maarten. Dat is de, zijn de nationale taken. Dat is een heel belangrijk ja. element. Mm. Dat doen we vaak met de capaciteiten die we hebben, omdat we in de hoofdtaken 1 en 2. Hè, dus de hoofdtaak 1 is het beschermen eigenlijk van het Koninkrijk en, 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 het, en, en de alliantie van de NAVO, dus ja. het, het NAVO-grondgebied. Mm. En dan hoofdtaak twee zijn de uitzendingen. Zoals in Irak en uh, in Mali en in Afghanistan. En de combinatie van die dingen is allemaal belangrijk. Want uh, we zullen meer moeten klaarstaan voor, die, voor de verdediging van het NAVO-grondgebied. Door die grotere dreiging. Maar twee, uh, als je alleen maar klaarstaat, daar worden mensen ook niet vrolijk van. Want die komen bij ons om dingen te doen. Hè, dus we, dat dingen doen, doen ze vaak in hoofdtaak. Twee, dus ja. op de missies, ja. namelijk vier maanden naar Irak of vier maanden naar Mali of vier maanden naar Afghanistan. Uh, en dat is voor een deel het avontuur. Daar, daar brengen ze hun uh, uh, opleiding en het geleerde in de praktijk. Ja. Uh, uh, en dat is waar ze natuurlijk toch ook voor gekomen zijn. En, uh, uh, en vervolgens kunnen we ze wel, als ze dat een tijd gedaan hebben, ook als ze, en ze blijven bij ons, kunnen we ze ook allerlei banen. Wat wij bij de Marine dan een walfunctie noemden. Hè? Dat je niet alleen vaart, maar dat je ook uh, instructeur wordt ja. op een opleiding. Dus opleiding en training blijft je eigenlijk. Als monteur bij een onderhoudsbedrijf uh, een aantal jaren werkt, dan ben je niet op Mooi. missie. Heb je ja. meer tijd ook voor je gezin. Ja. Dus dat zijn combinaties die wij kunnen bieden. Hey, dat is leuk. Uh, ja, en dat, weet, dat weet ook niet iedereen. En niet iedereen weet dat. Nee. Dat is misschien wel leuk om dat te, te vermelden. Um, nou, tot slot, um, u bent uh, uh, met Veteranendag dus in de, in, in de Ridderzaal. Um, zijn er ook, uh, hoe, hoe ziet u uh, dat uh, uh, voor, de, voor de toekomst, Veteranendag? Op dezelfde manier zoals wij altijd hebben, uh, het hebben gevierd? Nou, ik hoop dat we dat weer kunnen doen volgend jaar. Ja. Uh, want in algemene zin zie ik wel dat mensen natuurlijk toch de behoefte hebben om wel bij elkaar te zijn. Mensen, en ik heb dat al een paar keer eerder gezegd, maar uh, het schijnt zo te zijn dat wij in Noordwest-Europa ongeveer op een centimeter of zestig van elkaar willen afstaan. Dan voelen we ons op ons gemak. Ja. 1,50 anderhalve meter is gewoon eigenlijk wat dat betreft mm. te ver weg. Ja. Dat vinden we te afstandelijk. Uh, dus dat mensen dichterbij willen komen dan die anderhalve meter, dat begrijp ik heel goed. Ja. Dat we nu op anderhalve meter moeten blijven, dat begrijp ik ook. Ja. En dat moeten we dus ook. Ja. Maar dat als... Als dat dus niet meer hoeft, als op een gegeven moment je die uh, regels kunt versoepelen... Hmm. dan zul je zien dat mensen toch elkaar af en toe op de schouder willen slaan. Ik kan me dat voorstellen. Wat over... En dat je elkaar de aanraakt de eigen... en dat je elkaar niet alleen in de ogen kijkt. Ja. Dus mensen hebben dat contact gewoon nodig. Dat is menselijk. Nou, en uh, zeker als je op Veteranendag rondloopt... Ja jongens, daar wordt gewoon omhelst van mensen die elkaar ja. jaren geleden uh, voor het laatst gezien hebben. Mensen slaan elkaar op de schouder. Mensen lachen. Mensen huilen misschien wel samen. Ze drinken een biertje. Ze vertellen stoere verhalen. Of ja. vertellen iets over hun verdriet. Of over de pijn die ze hebben. Of... Mm. Dat zijn allemaal emoties. En, en waar emoties zijn, is dat ingewikkelder op anderhalve meter dan ja, op 60 centimeter. Ja, Uit elkaar af en toe eens even aanraken. Ja. Dus ik denk dat de behoefte logischerwijs ook bij mij er is. Om volgend jaar, als het kan, die veteranendag met 100.000. Uh, mensen in Den Haag gewoon toch weer te kunnen vieren. Ik hoop het met u, want uh, dat zou uh, hartstikke mooi zijn. Admiraal, uh, hartelijk dank uh, voor uw komst naar de studio. Heel graag fijn gedaan. dat we dit gesprek uh, met u mochten voeren. Heel graag gedaan. Tot ziens.